Wij zijn Kindness Collective Nijmegen. Wij doen vriendelijke daden in Nijmegen en omgeving. En vandaag zijn wij in de bibliotheek om kaartjes met vriendelijke boodschappen achter te laten in de boeken. Vandaag zijn we op pad met Lisa en Tamara van het Kindness Collective Nijmegen. Ze doen kleine, vriendelijke acties voor mensen die ze niet kennen om zo de wereld wat positiever te maken. Nou, de afgelopen jaren hebben wij als collective bijvoorbeeld acties gedaan zoals brieven in bibliotheekboeken stoppen met een aardig bericht erop. Daarnaast delen we bijvoorbeeld ook plantjes uit. We stekken graag zelf plantjes, dus die delen we dan uit in de stad. Wordt betaald door ons eigenlijk. Als we een leuke actie plannen, dan gaat eigenlijk iedereen die daarmee wil doen een aandeel betalen en zo kunnen wij dan deze leuke acties plaats laten vinden. Nou, plantjes kweken is natuurlijk niet zo heel erg duur. We gebruiken ook vaak plantjes die we zelf al hebben waar we dan een stekje van maken. En die kunnen we verpotten en uitdelen. Er zijn ook acties in winkels, als we bijvoorbeeld wenskaarten in een aanbieding zien. Nou, dan kunnen we die meenemen en weer een keer gebruiken voor een volgende actie. Wij gaan zo nog een actie doen, namelijk een Pay It Forward in een lunchzaak. En daar gaan we een koffie kopen en de medewerker gaat deze koffie dan aan een klant geven die dat misschien niet verwacht of juist nodig heeft. En wij willen graag een Pay It Forward doen vandaag. Dat betekent dat we een kopje koffie kopen en dat jij dat dan kan geven aan een volgende klant die een kopje koffie bestelt. Dan hebben wij het alvast betaald. Ja? Ja? Nou, wat mag het zijn dan? Ja, mag ik 2 kopjes koffie afrekenen? Ja, dat kun je doen. Nou, mensen reageren meestal super positief op onze acties. Wat je bijvoorbeeld merkt is dat mensen zeggen dat ze heel verrast zijn door het plantje of het complimentje. We hebben ook wel studenten gehad die hebben gezegd van nou, dit heeft me echt even over een dipje heen geholpen. Zo krijgen we eigenlijk wel meestal heel blije gezichten als we iets aan het doen zijn. En Lisa, heeft wel eens iemand iets aardigs voor jou gedaan? Ja, dus denk ik een week geleden toen was ik met mijn moeder aan het fietsen en kwamen langs een waar je ijs kan kopen, maar we hadden geen contant geld bij. En toen kregen wij een ijsje betaald van iemand die wij niet kenden. Dat was echt superleuk.